De brandweerpost van Ikeri is dringend aan renovatie toe. Doordat de brandweerkazerne in slechte staat verkeert, waren de brandweerlieden genoodzaakt te verhuizen naar een pand aan de overkant. Het huidige pand is niet ingericht als een kazerne en dat kan soms voor wat irritatie zorgen. Volgens waarnemend gewestelijk brandweercommandant Chandrika Persat Hublal is de leiding van de brandweer op de hoogte van de staat van het gebouw waarin gewerkt moet worden. De kazerne die achter mij zit, het was in feite door de jaren heen niet gerenoveerd, verouderd als het ware. Lekkages hier en daar, waardoor die mannen vorig jaar, denk ik, verhuisd zijn naar een nieuw gebouw hier aan de overkant. Want dit gebouw is niet als zodanig ingericht als een kazerne. Waardoor die mannen helemaal opgepakt zijn. Dus in één kamer bijvoorbeeld, 2, 3 bedden heb je en dergelijke. Dat is niet een gezonde zaak voor die tegenwoordig voor de COVID-pandemie. Dat is het. En over COVID-pandemie gesproken, jullie hebben geen problemen gehad hier onder jouw manschappen? Ja, 2 keer terug hadden we een aantal besmettingen hier. Laat zeggen ongeveer. Ja, een aantal. Maar nu zie ik dat het een afnemen is. Dus die mannen die in quarantaine waren, hebben we daarna niet meer gehad. Dus ik denk dat die mannen een beetje ook bewust zijn geworden. Hoe de gemeenschap van Nigeria ook. Waardoor het niet is gaan toenemen. Ondanks de slechte staat van het oud kazernegebouw wil de brandweer van Nikeri zich uitbreiden omdat het westelijk district uitgestrekt is. Hublal denkt dat het een goed initiatief zou zijn om extra manschappen in te kunnen zetten in het gebied. En verder is de brandweer in Nikeri ook aan het uitbreiden. We zijn bezig op Waterloo. We zijn bezig om daar een paar zakken te verbouwen. En waardoor we misschien op korte termijn daar een hulppost zullen opzetten. En is dat, ik neem aan dat dat goed nieuws zou zijn voor dit gedeelte van Suriname? Hopelijk denk ik wel, ja. Want we willen in feite brandweer zoveel mogelijk zichtbaar maken in het gewest. We hebben ook een post op Gamaalweg. Dat is wel in de maak. Dus we gaan op de derde traject daar opzetten. En er zijn een paar zaken die in kaart moeten gebracht worden om in bedrijf te laten worden. De brandweercommandant hoopt dat de renovaties van het oude kazerne spoedig zullen beginnen, omdat de situatie van het huidige pand een ongezonde sfeer is voor de brandweerlieden.